I'm waking up. Het is vandaag woensdag en ik ben wakker, ik ben vroeg wakker. Als jullie misschien de vorige video hebben kunnen zien, daarin vertelde ik dat ik dat huishouden vandaag even op mij staat. En dat mijn moeder is opgenomen voor een slaapopnametest. Goedemorgen, Cody. Oh, Keutje slaapt nog ook al. Ja, mijn moeder is in ieder geval opgenomen voor een slaapapneutest, dus dat betekent dat het huishouden op mij ligt. Goed, jullie zien lekker geen schaduw, want ik heb mijn zaklamp aan. Het is tijd om even eerst mijn medicijntje in te gaan nemen. Ik heb... is dat fucking hard. Ik heb een energietablet. Ik heb een vitamine B12 en... vitamine D-tabletje en een tempo-cool-tablet voor mijn maag- en buikkrampen. Dus dat gaan we even innemen en ik ben niet zo'n heel medicijnen, dus hopelijk is dit snel voorbij. Goed, ik ben inmiddels lekker aangekleed. We zijn inmiddels een uur verder, meer dan een uur, het is 8:55. Ik ben even, wat dom, ik heb de vaatwasser aangezet, maar ik heb nu, nou ja, dat komt straks wel. Ik had nog 2 glazen. Ik heb alles in orde gemaakt hier zo, ik moet even de vissen nog aanzetten. Ik ben dus lekker aangekleed. Ik heb dit zwarte shirtje aan die ik pas heb gekocht bij de Primark. Ik heb deze in het grijs, in het rood, in het groenachtig. Superleuk. Maar ik heb deze dus lekker ook in het zwart. Alleen vind ik het heel gek, want de zwarte versie is heel stijf en heel strak en kort. En die andere niet. Dus dat vind ik een beetje raar. Maar goed, die heb ik aan. Ik heb een lekkere blauwe broek aan en gewoon lekker met toffeltjes. Gewoon lekker, lekker simpel. Video voor komende zondag, dus de allereerste deel, is geüpload. Deze video gaat maandag online, dag erna. Gewoon lekker een paar extra video's, omdat het kan en omdat ik er tijd voor heb, jongens. Dus why not? Mijn ouders die komen net langsrijden, dus die zijn er ook. Ik ga even een bakje koffie inschenken voor mijn vader. En dan gaan we kijken wat de rest van de dag gaat gebeuren. Mijn moeder moet zo nog even naar de tandarts, heb ik gehoord. Dus Ik ben benieuwd, jongens. Ik heb geen idee wat de komende dagen gaat brengen. Maar ik neem jullie wel gewoon lekker mee. Want het is en blijft vakantie. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag, even denken, donderdag. En ik ben lekker aangekleed. Ik ben helemaal klaar. Ik heb mijn make-up op weer voor deze week. Ik dacht, laten we het gewoon eens even doen. Ik heb gewoon lekker mijn wenkbrauwen. Ik heb mascara op. Ik heb oogschaduw zelfs op vandaag. Ik heb concealer op mijn lippen. Blush, highlighter. Alles. Vandaag mijn rode trui aan. Zwarte broek en mijn grijze schoenen. Ik ga vandaag naar mijn tante en dan gaan we lekker knutselen, rommelen. Lekker gewoon gezellig bezig zijn. Dus ik zou zeggen, het is al 9:30. Ik moet 9:30 met mijn opa en oma zijn. Dus ik ga heel snel weg. Ik ben klaar met knutselen, de hele middag bezig geweest en nu gaan we op naar TOS. Woehoe.
leuk. En jij! Een hele hut. Oh, vet, hè? Heel cool gemaakt. Nee, joh. Het is wel heel tof, hè? Kijk dan. Het is vandaag vrijdag, wat betekent de laatste dag van deze tweede deel van deze herfstvakantie weekvlog-achtig. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Het is dus vandaag vrijdag en ik ben vanmorgen boodschappen bezig te doen. Ik heb vanmorgen ben ik weer wat dingen gaan leren en doorlezen voor mijn toetsen. Ik ben begonnen met mijn presentatie maken voor mijn examenonderdeel spreken voor Nederlands. Dus ik ben lekker bezig geweest eigenlijk vandaag. Gisteravond heel laat thuis gekomen. Heel laat gaan slapen. Echt om 2:30 of zo ging ik pas slapen. Ging vannacht ook nog een keer het brandalarm af. Dat ding dat gaat de laatste tijd vaak af bij ons in huis, terwijl er niks aan de hand is. Dus iedereen was ook weer wakker. En kortom heel erg slecht en rot geslapen. Ik was ook al best wel laat thuis. En vervolgens kon ik niet slapen. Ik had buikpijn. Ik voelde me niet zo lekker. En ik heb lekker zitten kletsen met een aantal vrienden. Dus ja, echt, wauw. In ieder geval, het is dus vrijdag vandaag. En ik heb net even boodschappen gehaald voor mijn moeder. En ik ga nu even richting mijn oma. Eventjes een paar dingen in orde maken voor de groomkast die ze hebben aangeschaft. Moet nog een paar dingen doen. Aangezien ik daar wel heel veel verstand van heb en hun natuurlijk niet zoveel, ga ik dat even voor ze doen. Outfit voor vandaag misschien ook wel leuk om te zien. Ik heb mijn nieuwe trui aan van de Primark. Mijn haar ziet er ook lekker uit, want ik ben net lekker door de regen gelopen. Maar goed, don't mind that. Ik heb lekker deze oversized, die is niet echt oversized, maar hij is wel een maatje groter dan normaal. Jumper aan, oftewel hoodie, trui van de Primark natuurlijk. Blauwe broek is van de Sena. Dit is echt mijn lievelingsbroek. Ik draag deze het liefst elke dag en hij begint te slijten. Want hierachter, ik moet even kijken waar die zit. Er zat hier ergens een gat. Hier. Kijk. Maar ik wil hem gewoon blijven dragen, omdat hij gewoon zo lekker is. Alleen dit laat los. Maar ja, als ik niet te veel aan het zakje ga trekken, dan is het wel oké. Je ziet dit verder ook helemaal niet. Dat is echt mijn lievelingsbroek. Ik heb mijn grijze schoenen aan, mijn grijze Nike's. En dat is eigenlijk de outfit die ik aan heb. Camera heeft nog één batterijtje. Ik weet niet hoe lang die vandaag meegaat, maar ik ga jullie wel even meenemen. Voor het geval er nog iets tegenkomt. Ik denk van, dat is nou leuk om te filmen voor in de vlog. Vanaf volgende week begint natuurlijk mijn schoolweek weer. Waarschijnlijk zal volgende week niks gefilmd. Ik heb velletjes op mijn kin. Oh, maar goed. Vanaf volgende week zal er waarschijnlijk even geen weekvlog komen. Maar natuurlijk komt er wel gewoon een andere video online. Ik heb genoeg reservevideo's staan. Dus even geen weekvlog volgende week. Dat is echt om de reden dat ik me eventjes wil storten op mijn toetsweek de komende 2 weken. En eventjes voor storten op mijn laatste lesweek volgende week. Dus that's it. Maar ik ga even richting mijn opa en oma. Eventjes mijn oma helpen met die groomkast. Want die snapt er helemaal niks van. Het is ook wel ergens heel schattig. En ook wel een beetje zielig. Dus ik ga haar helpen. Goed. Loop je dan. Met een paraplu. Het is echt zo rot weer. Echt vreselijk. Super dom. Ik heb mijn babyroze
Dat is mee. Maar die wordt natuurlijk hartstikke zwart omdat de regen opvalt. Maar ja, schoonmaken kan ook. In ieder geval ben bijna bij mijn oma. Het waait hoor, ik vind het zo stom. Ik weet nog niet of ik wel of geen paraplu mee moet nemen. Dus het is een beetje uittesten hoe en wat. Maar ja, gaat wel oké. Het wordt lekker hard. Goed, de tijd is aangebroken, lieve mensen. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik heb bij mijn opa en oma niks meer gefilmd. Ik ben net eventjes de intro voor mijn vlogmas video's in elkaar aan het zetten. Willen jullie die alvast zien? Zal ik hem alvast laten zien? Zal ik het doen? Ik ga het gewoon doen. In ieder geval, dit is de intro. Ik hoop echt dat jullie het hartstikke leuk vonden. Ik vind hem super tof. Ik vind hem gewoon lekker simpel, maar toch ook wel heel lief en leuk en schattig. Dat is dus eigenlijk de intro die dus komt in mijn vlogmas video's die ik ga doen. In ieder geval, deze vlog is afgelopen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb een super relaxte, maar toch ook een hele leuke herfstvakantie gehad. Ik kan stiekem ook niet wachten om zo meteen weer lekker naar school te gaan. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ik zou zeggen, ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie heel erg snel weer. Doeg! En mijn haar zit lekker normaal. Doeg!